nou bedankt, misschien kun je daar wat dingen voor. Het moet anders. Er zijn heel veel banen op dit moment. Er zijn nog steeds heel veel werkzoekenden die heel graag aan de slag willen. En daar heb je vaak een zetje nodig om die werkgevers en die werkzoekenden wat dichter bij elkaar te brengen. Een werkgever die is vaak op zoek naar het schaap met de vijf poten. Die hebben we niet, die zijn er überhaupt niet. Dus je gaat kijken naar wat is nou daadwerkelijk belangrijk voor mijn bedrijf en wat heeft deze man of vrouw nu echt aan mij te bieden, waardoor ik wel verder kan. En voor iemand op zoek naar een baan is het altijd zo dat de baan waar je uit vandaan komt, die is er meestal niet meer. Daarom ben je ook werkzoekend geworden. Dus je moet breder gaan kijken en dan liggen er vaak nog wel mogelijkheden. Dus kijken of er toch nog iets anders is, dat een stukje gras waar nog niemand zoekt, dat ik daar iets kan vinden. Dus je moet iets onderscheidends doen. Waarin zou u zich kunnen onderscheiden? Enig idee? Ja, dat is dus een hele goede vraag. Dan moet je echt iets heel aparts gaan doen, maar dat denkt misschien menig één wel. Straks mogelijk even speeddaten met wat werkgevers. Wat gaat u dan voor uzelf naar voren brengen? Aandacht. Aandacht voor andere mensen, zorg voor de andere mensen. Ja. Dat ik gewoon stinkend mijn best blijf doen als ik één keer ergens aan het werk ben. En, ik kan geen 40 jaar meer voor een werkgever wat betekenen, maar de tijd dat ik nog heb, wil ik gewoon alles voor ze geven. U bent een betrouwbare werknemer? Zeker weten.